Goedemiddag en welkom bij DivX, een nieuwe video. Nog steeds in lockdown-modus, dus we doen het via Zoom vandaag. En vandaag praten we met Bart. Bart, wil jij jezelf eens voorstellen? Ja, ik ben oprichter van NextInnovate. En met NextInnovate zijn wij bezig om die digitale werkplek dus eigenlijk in te richten voor ondernemingen. En daarnaast ben ik vader van 4 kinderen en ook nog helemaal volop in lockdown-modus. Ja. Ja, en met het bedrijf zetten jullie dus helemaal in op die digitale middelen om samen te werken. Maar wel vanuit een hele andere optiek dan ik bij veel IT-bedrijven tegenkom eigenlijk. Jullie gaan meer vanuit wat is nou prettig en hoe gebruik je het thuis? En hoe neem je die ervaring mee naar kantoor? Ja, dat is eigenlijk, wij noemen dat work the way you live. Omdat je, ons bedrijf bestaat sinds 2016, maar ook daarvoor waren we er al heel veel mee bezig. Wij geloven er heel erg in dat de manier waarop je gewend bent te werken, wat prettig werkt, dat de manier moet zijn waarop je eigenlijk samenwerkt met elkaar. En dat je dus geen last zou moeten hebben van allerlei corporate elementen die je eigenlijk tegenhouden in je creativiteit en in je samenwerking. En als je het nog iets verder doortrekt, in de huidige tijdsgeest, dan is dat vooral asynchroon werken. Want ja, laten we eerlijk zijn, niet iedereen is op ieder moment van de dag even productief. En met z'n allen in meetings zitten of met elkaar op kantoor zitten maakt niet dat je effectiever bent met elkaar. Dus wij geloven er heel erg in dat de tools die je van thuis kent, denk daarbij aan Google Drive bijvoorbeeld, dat je die ook zakelijk heel erg goed kan inzetten. En sterker nog, een onderscheidend vermogen opleveren voor organisaties. Ja, want dat onderscheidende vermogen zit dan in het feit dat het ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Of hoe moet ik dat zien? Nou, misschien ben ik daar een beetje sentimenteel in. Maar ik geloof er eigenlijk heilig in dat wij in Nederland niet op onze lauweren moeten gaan rusten. Omdat de bedrijven uit China en het oosten, die zijn gewoon snel. Die zijn agile. Die weten zich aan te passen, die mensen. Die zijn niet vastgeroest in patronen. Ik zou het bijna zeggen, ik zie het als een missie van ons om iedereen hierin mee te krijgen. Want als we het niet doen, dan worden we school gewoon voorbijgestreefd. En wij zien bij onze klanten dat dus niet gebeurt eigenlijk. Dus wij werken met name met zogenaamde scale-ups. Onder andere een Coolblue, EVBox, VanMoof. Die groeien extreem hard. Young Capital bijvoorbeeld ook. En deze organisaties, die willen niet anders. Die willen exact dit. Maar er zijn soms ook organisaties die daar dus nog helemaal niet aan toe zijn. Ja, daar maken we ons wel zorgen over, ja. En zie je dan bij die scale-ups, of eigenlijk ook relatief jonge bedrijven, want ik weet niet eens of je Coolblue nog een scale-up kan noemen, maar bij relatief jonge bedrijven, die dus ook een relatief jonge workforce hebben, zie je dat is ook een verschil. Dat moet een verschil zijn, lijkt mij. Ja, het is heel interessant eigenlijk. Het heeft ook vooral met mindset te maken. Dus we zien, natuurlijk zijn er uitzonderingen. Hè? Als je een normaal verdeling hebt, dan zitten er natuurlijk op die schaal ook uitzonderingen. Maar je ziet vaak genoeg organisaties ook als je wat ouder bent, maar de mindset nog steeds is, nieuwe dingen proberen, leuk, samenwerken. Dan past dat heel goed. Maar is het meer conservatief, dan past het ook minder goed. Het helpt natuurlijk wel mee, hè, jonge mensen. En wat je ziet is dat de generatie die nu de arbeidsmarkt aan het betreden is, dat maakt echt al een heel groot deel uit van de arbeidsmarkt. Dus ook als werkgever zijnde bepaalt het ook voor een deel je aantrekkelijkheid. Deze generatie wil ook niet anders. Als je aankomt met legacy tools van zet het hier maar op de SharePoint neer. En dan ga er vooral niet in samenwerken met elkaar. Ja, dan raak je het enthousiasme van de nieuwe collega's wel kwijt. Ja, dat zien we. Ja, precies. En jij zegt nog SharePoint, wat nog voor mij een hele moderne tool is. Ik herken ook nog wel bedrijven waarbij gedeelde mappen worden gebruikt op een centrale server. En dan moet je met een VPN inloggen en al die processen en procedures. En voor mij
zit daar soms ook wel een angst in veiligheid in? En in het onbekende ook wel. Hè? Tegelijkertijd kunnen samenwerken in een document is ook onbekend en onbemind. Als je dan in zo'n bedrijf komt, moet je dan ook naar de bedrijfsprocessen zelf kijken om dit toe te passen? Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk hoort er wel ook een stukje gedragsverandering bij. En als je kijkt naar onze organisatie, bestaat die uit een aantal onderdelen. We hebben een development afdeling, we hebben een support team, maar we hebben ook een correct and change team. En dat change team, dat zorgt er inderdaad ook echt voor dat ze gaan kijken, oké, maar als wij nu deze verandering van doorvoeren, moet die wel top-down gesupport zijn. Ja, dus dan kan het niet zo zijn dat er wordt gevraagd van je, joh, laten we met z'n allen gaan samenwerken in een slide. Maar vervolgens, en dan krijg je nog een bestandje als bijlage gemaild van de directeur of van de CEO van het bedrijf. Ja, dat ondermijnt per direct alles. Hè? Dus dat moet je top-down echt wel mee hebben. En daar helpen bijvoorbeeld ook elementen als early adopters in. Dus mensen, dat zijn je vlaggedragers, die willen als eerste. En die kunnen ook weer andere collega's helpen. En want als jij een projectteam hebt van 5 man, ja, dan ben je maar zo beperkt in wat je allemaal kunt zien wat er kan. Maar als je bijvoorbeeld iemand hebt op de HR of financiële afdeling die helemaal met jou mee is en die leg je uit wat er kan, ja, dan pakt die het vanaf tafel op. En dan hoef je het eigenlijk alleen maar nog een beetje te supporten waar dat nodig is. Ja, dus dat... Ja, en dus die... Ja. In die zin een stukje verandering. En het veiligheidsaspect kent eigenlijk 2 stukken. Hè, persoonlijke veiligheid, van goh, sta ik niet in mijn hemd als andere mensen mee kunnen kijken. Nou, dat is een stukje vertrouwen krijgen. Overigens, je bent helemaal in control wat je wel en wat je niet deelt. Hè. Niet alles is by default open. Maar laten we ook eerlijk zijn. De meeste mensen hebben helemaal niet de tijd om te gaan kijken bij anderen wat die aan het doen zijn. Dus de praktijk is wat dat betreft wel wat anders. Maar er is nog een ander aspect van veiligheid. En dat is natuurlijk de security in het algemeen. En we zien dat ook een team binnen ons bedrijf, wat zich helemaal toelicht op security. En dan gaat het natuurlijk om, oké, leuk hè, dat delen van bestanden met de buitenwereld, maar hoe veilig is dat gedeeld? Maar denk ook aan DLP, dus Data Loss Prevention. Hoe zorg je ervoor dat je niet als bedrijf, en heb je ook je verantwoordelijkheden rondom GDPR, dat je niet in één keer al je data op straat hebt liggen. En er zijn een aantal voorbeelden, ook weer deze week in het nieuws, waarvan je denkt, nou, dat autobedrijf wat in één keer een paar miljoen records op straat heeft liggen, pijnlijk. En dan komt daarbij kijken, wij werken veel met bijvoorbeeld Workplace van Facebook, wij werken veel met Google Workspace van Google. Dat zijn producten, daarvan zou je denken, oei, Google, oei, Facebook, zijn die dan wel zo goed in onze data? Ja, en de grap is, die zijn veel beter daarmee. Want denk maar na, als jij als bedrijf 100 man hebt zitten op beveiliging, is dat dan veel? Nou, hangt eraf hoe groot het bedrijf is, hè? Maar dat is helemaal niet veel. Want een Google en een Facebook hebben er vele malen meer. Dus dat kan je nooit overtreffen. En dan is het natuurlijk een stukje technische veiligheid, maar ook je privacy. Ja, deze bedrijven liggen zo erg onder een vergrootglas. Er staat allemaal op papier dat die data van jou is. Dus ja, dat is wel in eerste instantie altijd aan dat vragen van, hey, hoe veilig is dat? Maar als eenmaal duidelijk is dat het meevalt, ja, dan is dat geen issue meer. En dat zie je ook aan de grote merken die zich daarop toeleggen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Heineken, die zit bijvoorbeeld volledig op Workplace van Facebook. Weten denk ik weinig mensen, maar dat is dus wel zo. Nee, dat zie je niet aan de buitenkant natuurlijk. Nee. En dat is dus het interne social medium waarmee zij dus met elkaar communiceren. Ja. Internationaal. En dat is wel... internationaal, ja met 100.000 mensen. En het leuke daar is dat dus... Dat is een exact voorbeeld van work the way you live. Kijk, natuurlijk gebruik je misschien niet allemaal Facebook. Daar gaat het niet om. Maar het gaat over de manier van werken, de snelheid, de intuïtiviteit. Nee, er is maar feitelijk 1 bedrijf in de wereld geweest wat het voor elkaar heeft gekregen om een social medium op te zetten. Even los van wat je ervan vindt, of je het nou echt het allerbeste vindt. Maar er is geen enkel ander bedrijf wat dat überhaupt heeft gekund. En we zijn allemaal gefaald. Dus dit bedrijf snapt als geen ander hoe je mensen kunt binden, kunt boeien en binden. Ja, ja. En dat vind ik dan wel weer heel mooi om te zien.
Zeker in deze huidige tijdsgeest. Ik bedoel, jouw bedrijf bestaat al van voor de pandemie natuurlijk. Maar we gaan zien, we hopen dat we straks dat we weer naar kantoor kunnen. En toch, de futuristen en de trendwatchers zeggen, er gaat een verandering in werk plaatsvinden. Het is niet meer terug naar het oude. Het zal meer hybride worden, is nu de term die wordt gebruikt. 10 jaar geleden spraken we over het nieuwe werken. Maar nu praten we over het hybride werken. Mensen zullen zelf beslissen of ze naar kantoor komen of thuis werken. En als ze naar kantoor komen, dan gaat het veel meer over ontmoeten. En de co-creatie, brainstormen en dat soort termen vallen dan. En thuis het uitwerken en het werken aan stukken of aan geconcentreerd werken, zeg maar. Dat betekent dat dat voor jou en hoe jullie kijken naar het werk en naar processen, is dat nou voor jullie zo'n verandering of waren jullie eigenlijk hier al mee bezig? Ja, absoluut. Dit is in het hart van waar wij voor staan eigenlijk. En dus is het voor ons eigenlijk alleen maar fijn dat we nu eindelijk het niet meer hoeven uit te leggen. We kunnen gelijk naar die vervolgstap van hoe dan? Hoe gaan we dat doen? Want wat je eigenlijk feitelijk zegt is plaats en tijd onafhankelijk kunnen werken. Dus dat betekent dat aan de ene kant moet je de devices heel secure zijn. Tenminste, de tooling moet rekening houden met waar het op gaat landen. Dat noemen ze bijvoorbeeld context-aware access. Dus je wil niet dat jouw data gaat rondzweven op thuiscomputers. Dus dat wil je heel mooi veilig houden. Tegelijkertijd wil je wel dat een medewerker overal gewoon direct aan de slag kan. En daarbij speelt het inderdaad zeker ook dat het hele concept van werken, dat is een soort golfbeweging. Hè? Je hebt een aantal jaren geleden de kantoortuin weer opnieuw zien opkomen. En dan zit je met z'n allen dus in een grote plek, hè, waar je dan gaat werken. Je leidt elkaar af. Hè? Ik heb jou nodig. Hup, ik loop gelijk naar je bureau toe. En hop, jij bent weer afgeleid, terwijl je net in je focus zat. Dat werkt sowieso niet. Dus daar moesten we al vanaf. En COVID heeft, denk ik, zeker hele slechte dingen gebracht, dat we dat duidelijk hebben. Maar ook een heel aantal goede dingen, namelijk onder andere dat we veel beter weten van hoe kunnen we nu effectief werken. En ja, ik ga nu even thuis dit uitwerken. Dan heb ik een dagje focus voor, word ik niet gestoord. En dan komt dat asynchroon werken weer naar voren. Want misschien dat ik op dat moment wel druk bezig ben met berichtjes sturen. En die berichtjes komen vrolijk binnen. En op een ander moment antwoord ik daar wel op. En daar komen, wij werken bijvoorbeeld veel met Slack. Dus, en dat implementeren we ook. Maar bijvoorbeeld ook Google Chat. Ja, dat zijn asynchrone middelen, hè, direct messaging. Waarbij je dus wel de communicatie goed bij elkaar kan houden, maar tegelijkertijd op het moment dat het jou uitkomt, kun je gaan reageren. En ja, dan komt inderdaad, hè, wat is dan nog het kantoor en wat is dan nog de werkplek? Ja, dat is absoluut een ontmoetingsplek. En het is wel grappig, waarbij wij zitten te kijken van, ja, wat voor kantoor moeten we dan eigenlijk hebben? Even denken, ja, we willen eigenlijk wel samen kunnen eten. We willen meetings kunnen hebben. En het zou ook wel leuk zijn als we een klant te kunnen uitnodigen om een beleving te creëren. Dus iets met een bootje aan het water of zo. Wait a minute. Heb je eigenlijk een huis nodig? Ja, heb je eigenlijk een huis als kantoor nodig. Dus dat, ja, daar is absoluut een hele grote verandering. En dat zie je bijvoorbeeld bij Google ook. Die heeft deze mentaliteit al jaren. Die heeft zo in hun kantoor hebben ze ook micro-kitchens. Dus die hebben overal kleine plekjes waar je samen kan komen, omdat daar die kruisbestuiving eigenlijk plaatsvindt. Dus ja, je gaat absoluut die hybride omgeving, ja, dat zie je gelukkig al bij een heel aantal organisaties om ons heen. En ik geloof er absoluut heilig in dat we daar steeds meer naartoe gaan. En het is ook heel gezond, hè, voor ons allemaal, dat je niet meer onnodig in de file staat en zo. 3 uur van je dag opgeven in een file, ja, is echt briljant. Nee, ja. Dat is echt een verschil. En we zien het eigenlijk nu in zelfs dit soort gesprekjes kunnen prima online plaatsvinden. Ook al vind ik het ook heel prettig om wel samen te zijn, hoor. Laat dat eerlijk zijn. Nou, op het Dutch Innovation Park. Ja, maar het zal dus ook niet weggaan. Hè? Ik denk dus wel, dus nee, met het hybride stuk. Want mensen zijn sociale dieren en het heeft absoluut meerwaarde om ook je totale lichaam te zien. Je lichaamstaal bestaat 70% van je communicatie, dus. En natuurlijk is dat een belangrijk onderdeel, ja. Nee, absoluut. Op het Dutch Innovation Park, daar zit ook de Haagse Hogeschool. Studenten die heel veel samenwerken met bedrijven al vroeg in de studie, maar ook stage en afstuderen. En dan vervolgens natuurlijk ook in het bedrijfsleven gaan, die nemen ook tools mee. Jij zei al Slack, dat is zeker een tool die onder studenten heel populair is. Discord is een andere
toepassing die eigenlijk vanuit de gamewereld om met elkaar te praten over games meegaat nu het bedrijfsleven in. Dat ben ik ook al een paar keer tegengekomen. Welke tips zou jij hebben voor studenten om toch het bedrijfsleven in te gaan met hun eigen tools? Ja, één ding heel simpel. Laat je niet gek maken door de red tape, hè? Door de bureaucratie. Ah, zo doen we dat hier niet. We hebben het altijd al zo gedaan. Als dat eenmaal het geval is, dan moet je überhaupt afvragen of de juiste plek bent beland. En tegelijkertijd denk ik naar organisaties toe, kijk uit met daar te conservatief in zijn. Maar neem het absoluut mee. Het is waanzinnig interessant. En heel veel dingen, als wij mensen aannemen, dan kijken we niet naar wat ze kunnen. We kijken naar, zijn ze slim? En hebben ze de juiste mentaliteit? En daarbij komen juist heel veel van die privé dingen. Als iemand tegen mij zegt, thuis heb ik eigenlijk alles geautomatiseerd, heb ik een Google Home staan. En als ik tegen de Google Home zeg, dan gaat de stofzuiger aan, mijn deur gaat automatisch op slot met mijn Bolt King slot. Oké, weet je, dan snap je eigenlijk heel veel. Dan snap je misschien wel API's, dan snap je dus. Neem al die dingen die je van het huis kent mee. Denk aan livestreaming bijvoorbeeld. Voor gaming, livestreaming naar YouTube. Bij een van onze klanten, Essex bijvoorbeeld. Daar heb ik een van de dingen die ik daar heb gedaan voor ze, is hun fashion shows gelivestreamd naar alle medewerkers op YouTube. Want ze hadden een Google-account, kon gewoon intern livestreamen. Niemand had een idee hoe dat werkte. Super simpel. Weet je, het is niet moeilijk. Dus consumententechnologie, work the way you live, is super waardevol. En natuurlijk zal je niet gelijk worden binnengehaald doordat mensen zeggen van, en mensen kunnen het ook als een bedreiging zien, hè? Die IT-afdeling die denkt, dat is gevaarlijk. Nou, natuurlijk zijn er risico's aan. Hè? Denk aan bijvoorbeeld met een gebruik als een WhatsApp. Stel je hebt een groep van 100 man en er gaat iemand uit dienst. Wie zorgt er dan voor dat je ook uit die groep wordt gehaald? Weet je, dus dat zijn absoluut wel risico's. Maar wel in de goede volgorde. Dus ja, zeker meenemen. Zeker meenemen en durf dus ook te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Hè? Soms ontstaat er een blinde vlek bij een bedrijf. En kan jij als student of als jonge medewerker jouw ervaringen al in nieuwe tools meenemen? Dus ik denk dat dat wel een hele absoluut. Goede tip is. En je maakt ook het verschil. Hè? Als jij, het is heel grappig, als je binnenkomt heb je nog geen taken. Dus op dat moment word je vaak op een project gezet waar niemand tijd voor heeft, maar wat wel een leuk project is. Want dat moest toch nog gebeuren. En kijk, en als jij dat dan met jouw nieuwe tools en je laat een heel duidelijke manier van werken zien, hè? Dus je moet van tevoren, wij hebben vijf pijlers waarop we ons change management baseren. Dat is natuurlijk duidelijk leiderschap, early adopters, ook je business process integratie, maar één daarvan is ook clear guidelines. Dus als jij duidelijk bent vooraf van, oké, jongens, laten we even afspreken, we zijn nu een projectteam met elkaar. Jij zit daarin als student. En misschien dat jij niet de leidende rol hebt op dat moment. Maar laten we. Misschien kunnen we even wat afspraken maken over hoe wij samenwerken. Goed idee. Ik heb hier een document, een Google-document. Waarin we dus de agenda bijvoorbeeld zetten. Zullen we dat gewoon wekelijks gebruiken in plaats van elkaar versies te sturen? Nou, zegt hij, waarom ook niet? Laat het maar eens proberen. Superhandig. En daarmee breng je al die innovatie eigenlijk naar binnen. Dus laat je niet gek maken. Ja. Nou, top tip. Mochten mensen meer willen weten, zijn jullie te volgen op LinkedIn? Of heb je andere kanalen waar je in je nieuwe boodschappen meegeeft? Ja. LinkedIn is voor ons, hè. Wij doen veel naar voor business to business. Dus LinkedIn is voor ons het kanaal eigenlijk. Als we meer consumer zouden zijn, dan zouden we weer op de Insta's en zo zitten. Maar dat is niet het geval. Niet het geval. Dus nee, LinkedIn is absoluut het kanaal om ons te volgen. Ja. Nou, super. Ik wil je danken. Je hebt me heel veel informatie gegeven. Ik denk ook een stukje trendwatching naar hoe we gaan werken komende periode. En ik vind het super interessant hoe jullie dat neerzetten. Dus dank je wel voor dit gesprek. Ja, ook bedankt.